Ja, ik heb het framepje helemaal kaal. Alles eruit, inclusief balhoofd. En de krenk. De krenk was nog wel een dingetje. Die zat echt serieus vast. Hebben we uiteindelijk wel losgekregen natuurlijk. Gaat ook een nieuw balhoofd in. Dus we hebben hier en daar wat nieuwe lagen. Het kan allemaal mooi vers in het vet. Maar we hebben ook heel veel onderdeeltjes die eigenlijk een beetje geoxideerd zijn. En natuurlijk heel veel oud vet erop. Daarvoor gaan we de ontvettenbakken gebruiken. Hier een grote voor de grotere delen. En een klein ontvettenbakje voor de kleinere deeltjes. En als we het schoon en ontvet hebben, dan gaan we vervolgens het soda stralen om de fiets daarna weer in elkaar te zetten. Dus eerst aan de slag, eerst ontvetten. Nou, we beginnen bij de wielen. Nou, een beetje ontvetten doet wonderen. Het leek eigenlijk oxidatie wat erop zat, maar het was eigenlijk opgedroogd oud vet. Dus met een beetje oppoetsen hoeven deze denk ik niet gestraald te worden, maar heel veel andere onderdelen wel. Dus dit is alweer een meevaller. We hebben de wielen schoon. Voor de kleine onderdelen gebruiken we een klein ontvettenbakje. Deze is nieuw, die gaan we straks afvullen. Ja, de kleine onderdelen zijn balhoofdlagers. Die zijn helemaal met uitgedroogde vet en viezigheid, zand, zit die eigenlijk bijna vast. Dus dat moet allemaal weer soepel lopen. Voor de derailleur is ook wel aan de oppoetsbeurtje toe. Dus dat kan mooi in de ontvettenbak. Die gaan we vullen met koud ontvetter. We hebben een kwastje erbij, dat is altijd handig. En ik moet toch wel zeggen, een lagertje knapt er wel heel erg van op hoor, als je hem even in de ontvettenbak doet. Nou, hier zijn eigenlijk de losse onderdeeltjes wat heel vuil was, wat dik vet op zat, zijn schoongemaakt in de ontvettenbak. En dat is mooi schoon geworden. Hier en daar zit nog een beetje roest. Dat gaan we proberen weg te halen met sodastraler.